Het werken met categorieën. Categorieën zijn voor je bezoeker een handige manier om te selecteren op een bepaald onderwerp waar ze een bericht over willen lezen. Het kan zijn dat je bezoeker vooral geïnteresseerd is in berichten over software. Dan kan die categorie aanvinken en dan komen alleen de berichten van software komen dan bovendrijven. Dit bericht gaat over Lightroom 5. Het is dus een onderwerp over software en het gaat over fotografie. Op dit moment staan de categorieën algemeen en geen categorie staan nu aangevinkt. Die zijn natuurlijk niet handig, dus die zet ik uit en ik kan hier een nieuwe categorie toevoegen. Ik noem die fotografie en ik maak er een hoofdcategorie van. Klik nu op nieuwe categorie toevoegen en die staat er nu tussen. Ik vink voor dit bericht fotografie aan en software en ik klik op bijwerken. Soms dan zul je een subcategorie willen maken. Ik kan me voorstellen dat je onder fotografie een subcategorie lenzen zou willen maken. Dat kan. Ik klik dan op nieuwe categorie toevoegen, lenzen. En die hang ik als het ware onder de categorie fotografie. En ik klik op toevoegen. Dan zie je dat hier lenzen onder fotografie komt te staan. Dit artikel gaat niet over lenzen, dus die vink ik uit. En ik klik op bijwerken. Er is een aparte knop, categorieën. Hier zie ik de categorieën waar ik uit kan kiezen. En hier zie ik die fotografie categorie die ik net heb gemaakt en de subcategorie lenzen. Hier kan ik ook categorieën verwijderen en ik kan hier ook nieuwe categorieën maken en toevoegen.